Moeilaert is de meest groene gemeente van Vlaanderen en hier wonen heel veel ondernemers. Ondernemers al van vroeger, druiventelers, mensen die kolen ontginden uit het Zonjewoud. En dat doen wij vandaag ook nog altijd met kleine handelszaken die hier al jaar en dag gevestigd zijn. Wat wij willen doen vanuit het gemeentebestuur is enerzijds inzetten op die groeipool, die groene groeipool Groenendaal. Groenendaal gekend voor het bos, de oude paardenrenbaan, de paardeneconomie die hier ook nog veel aanwezig is. Wel, van Groenendaal willen we die poortfunctie maken waar wandelaars, fietsers, ruiters kunnen vertoeven, waar ze kunnen vertrekken en toekomen. En daarvoor is er ook horeca nodig, een pintje drinken, een boterham met platte kaas. Dat willen we daar allemaal onder gaan brengen. Een tweede groeipool is het centrum van de gemeente. Wij gaan het gemeenteplein heraanleggen tegen eind 2017 en we gaan tegelijkertijd daar ook inzetten op horeca. Het gemeenteplein moet een ontmoetingsplaats worden waar horeca is, waar mensen die willen winkelen in een kledingzaak, in een schoenenzaak, in een brillenzaak, dat ze daar naartoe komen, dat ze daar kunnen verblijven en dat de ene zaak de andere ook aantrekt. Zo willen wij Moeilaert verder laten evolueren tot een gemeente waar het goed is om te wonen, maar waar het ook goed is om zijn inkopen te doen, zodanig dat de mensen niet meer buiten de gemeente moeten gaan om hun inkopen te gaan doen. Moeilaert, de economische groeipool van de Druivenstreek, bij uitstek.